beste kijkers. Vandaag rijden we met de Lexus RX 450h Hybrid Luxury Line. Dit is een auto in het crossover segment. In deze auto kun je met gemak 5 personen vervoeren. Heb je veel ruimte achterin. Deze auto heeft ook weer hybride aandrijving, zoals we bij Lexus en Toyota vaker tegenkomen. In het vooronder ligt een 3,5 liter V6 motor. Die levert 249 pk bij 6000 toeren per minuut. En ook nog eens 317 Nm bij 4800 toeren. Nou, er zit er voorin ook nog eens een elektromotor met 167 pk en maar liefst 335 Nm koppel. Dat is dus een behoorlijke hoeveelheid. En dan heb je onder de achterbank, zeg maar waar de achterpassagiers zitten, daar zit ook nog een elektromotor. Die levert nog eens 68 pk en 139 Nm koppel. Nou, bij deze auto praten we over een systeemvermogen, dus zeg maar het gecombineerde vermogen van elektromotoren en benzinemotor bij elkaar. Daar hebben we het over 299 pk. Dat is natuurlijk fors. De auto weegt natuurlijk ook wel het nodige. Het ledige gewicht is 2085 kilo. En dat merk je ook wel in de bochten. Onder de carrosserie zitten banden met de maat 235-55 en de velgmaat R19. Dat is dus een forse maat. Maar de auto moet dus ook het terrein in kunnen en daarnaast ook nog eens op het asfalt goed kunnen presteren. Vandaar dus die brede maat banden en grote maat velgen. Nou, de prestaties van deze auto liggen op een 0 naar 100 tijd van 7,8 seconden. En de topsnelheid ligt op een fabrieksopgave van 200 km per uur. De voorwiel aangedreven versie. Die doet 0 naar 100 in iets meer dan 8 seconden. En de topsnelheid van die auto ligt op 180. Het model bestaat er vanaf 1998. En er zijn inmiddels 3 generaties op de markt. Dit is de 3e generatie. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de koplampen. Met de karakteristieke L in de LED's. De koplampen zijn LED met xenonverlichting. Verder aan de achterkant zijn de uiterlijke wijzigingen niet erg groot. Met de wat transparante achterlichten die wel herkenbaar zijn voor de RX-lijn. De koplampen zijn tevens uitgerust met AFS. Dat wil zeggen dat ze meedraaien met het stuur. Dat is een prettige functie die vooral zeg maar, de bocht doorkijkt. De auto heeft vrij forse afmetingen. Gelukkig heb je wel parkeersensoren aan de voorkant en aan de achterkant. En tevens is de achterkant ook nog uitgerust met een camera, zodat je kunt zien wat je doet tijdens inparkeren en achteruitrijden. Nou, dan gaan we naar het interieur van de auto. Op het moment dat je instapt en je doet de deur dicht, merk je dat het ontzettend stil is in de auto. De ramen zijn uitgevoerd met dubbel glas. Op het moment dat je gaat zitten, zit je goed eigenlijk. De stoelen gaan een beetje naar je lichaam vormen, dus je kunt eigenlijk een goede houding aannemen. En dan zijn ze ook nog eens elektrisch verstelbaar, dus je kan zeg maar wat spelen met de hoogte en de diepte. En je kan de leuning nog wat verstellen. En mocht het nodig zijn, dan kun je de lendensteun nog wat naar voren of naar achteren zetten. Verder zien we dat de kwaliteit van het interieur echt hoogstaand is. Er is heel veel afgewerkt met leer. Alles wat ik nu aanraak, dat is met leer bekleed. De armsteun, het stuur natuurlijk. De armsteun van de deur zelf. Verder dan hebben we het navigatiesysteem, wat vrij diep ligt. En dat maakt de bediening en de afleesbaarheid van het scherm beter. Nou, op dat scherm kun je een aantal dingen terugzien. Van bedienen van de muziek tot het Bluetooth apparaat. Je kan bijvoorbeeld je telefoon aansluiten op de Bluetooth. Dat zie je dan weer terug in het scherm. Navigatie. En natuurlijk de energiemonitor. Je ziet bijvoorbeeld als je gas loslaat dat je energie teruglevert aan de batterij. Als de batterij goed gevuld is, of in ieder geval voldoende gevuld, dan is het mogelijk om elektrisch te rijden. En dat wil zeggen dat je volledig elektrisch kunt rijden tot een snelheid van 65 km per uur. Nou, kom je boven die 65 km per uur uit, dan zal de benzinemotor inschakelen, de V6. Die zal ter ondersteuning mee gaan lopen. Als je snel accelereert, dan zal de benzinemotor ook direct aanspringen. Nou, die overgang van elektrisch rijden naar hybride rijden, die werkt echt naadloos. Het gaat dan allemaal heel vloeiend en heel soepel. Dan hebben we nog de bekende muisbediening, waarmee we het scherm in de middenconsole kunnen bedienen. Van nou ja, alle auto-instellingen tot verkeersinformatie, navigatie, audio, klimaatregeling. Dus in het begin even wennen, maar op den duur is het eigenlijk een heel handig systeem om je door allerlei verschillende soorten menu's te navigeren. Nou, verder ben ik zeer te spreken over de
rijdynamiek van de auto. En je ziet ook terug in de beelden die we hebben gemaakt dat de auto heel vloeiend over de weg beweegt. Dat voel je zeg maar terug tijdens het rijden. Het is een hele aangename manier van veren en dempen. Je kunt de auto dus ook nog in sportmodus zetten. Daardoor wordt de besturing ietsje zwaarder en de gasrespons wat feller. Mijn ervaring is wel dat op het moment dat je die sportmodus inschakelt, dat de stuurbeweging of de stuurkarakteristiek een beetje artificieel wordt. Dan wordt die zeg maar een beetje kunstmatig sportief. Maar wij hebben voornamelijk de auto in de normale stand gereden en daarin voldoet hij eigenlijk uitstekend. Nou, de prijzen van de Lexus RX die liggen vrij uiteen. Dat komt natuurlijk omdat er twee wiel aandrijvingen zijn en vier wiel aangedreven versies. Nou, de basisprijs is voor de Business Line. Die kost €59.875. Het gaat helemaal door tot de President Line. Die kost €87.075. De versie die wij rijden is de Luxury Line. Deze auto is ook nog eens uitgerust met Starlight Black Metallic Lak. En dit fraaie schuif- en kanteldak. En daarmee komt de prijs op €78.075. Nou, dat de auto bijna 300 pk heeft, dat zou je in eerste instantie niet zo zeggen. De manier waarop die zijn vermogen afgeeft is heel soepel. Daarnaast heeft de auto ook nog een indrukwekkend remvermogen. We zagen op onze testdata dat hij maar liefst 1,1 g aan remkracht genereert. Nou, de auto is dus ook uitgerust met ABS, met een remkrachtverdeler EBD en een remassistent BAS. En al die systemen samen zorgen dus voor een veilig remsysteem. Nou, de officiële opgave van Lexus is dat de auto 6,3 liter op 100 kilometer rijdt. Tijdens een rit die voornamelijk op de snelweg is gedaan, kwamen we op een verbruik van 8 liter op 100 kilometer. Op het moment dat je in de stad gaat rijden, dus dan rij je ook wat meer op de batterij, moet die waarde toch wel haalbaar zijn van 6,3 liter. Dan de conclusie. De Lexus RX is een auto die echt is gericht op comfortabel lange afstanden maken en minder op sportief rijden, zeg maar. Dat merk je ook vooral terug. Op het moment dat je wat sportiever gaat rijden, merk je dat de auto toch een wat hoog gewicht heeft. Nou, de opgave van 6,3 liter op 100 kilometer haalden we dus niet. Maar daar moet dus wel bij gezegd worden dat het een testverbruik is. En dus niet helemaal representatief voor dagelijks gebruik. En daarnaast is dus ook de stilte in het interieur ontzettend prettig. Ook bij snelheden die zeg maar op de snelweg worden gereden, 100, 120, 130, is de auto bijzonder stil. Je hebt wel licht windgeruis van het schuif- en kanteldak. De kwaliteit en de doordachtheid van alles in deze auto is echt van een hoogstaand niveau. Er zit een camera aan de achterkant, dus op het moment dat je achteruit rijdt kun je zien wat je doet. Je hoeft eigenlijk niet eens meer achterom te kijken. Maar zeg maar voor kun je nog een deel van de motorkap zien. Maar echt overzichtelijk is het niet. Tot slot kunnen we zeggen dat de Lexus RX het comfort en de luxe biedt van een sedan. En deze combineert met de veelzijdigheid en ruimte van een SUV. Daarin weet deze luxe crossover eigenlijk prima te overtuigen.